Chefsfriends.nl. Dat hij gewoon van een paar ingrediënten gewoon een fantastisch gerecht kan maken. Dan denk ik van wauw, wat een talent eigenlijk. Als ik iets met iets begin, met een nieuw gerechtje, dat duurt dat eventjes voordat ik denk van oké, nu is het goed. Maar vaak als hij iets maakt, dan kan het vaak in één keer goed zijn. Dan denk ik wauw, dat vind ik wel knap van hem. Ja, daar heb ik wel bewondering voor. Dat vind ik wel bijzonder dat je dat kan. Dat is een goeie. Als ik er eentje moet noemen, zou ik zeggen dat ze heel gedreven is. Maar ze heeft natuurlijk meer bijzondere eigenschappen. Hier op de werk, gemotiveerd, supergedreven, altijd op tijd aanwezig en zeer bereid om te leren en nog beter te worden. Dus ze heeft wel een hoop goede eigenschappen. Tegenwoordig denk ik in de tuin werken. Nee, maar ook met zijn gezin. Dochtertje, zijn vrouw. Ja. Tegenwoordig is wel de tuin een kleine hobby. Ja. De moestuin. Tijd met haar vrienden doorbrengen. Ze gaat graag uit eten. Ze houdt nog wel van een feestje. Dus een van die dingen. En ook met vriendinnen of vrienden omgaan. Dus ja. Maar als het er eentje is, zou ik zeggen uit eten. Ja, tegenwoordig vind ik het toch wel heel fris en omdat we tegenwoordig die moestuin hebben, ja, bouwen we vaak toch een gerecht op vanuit de moestuin. Als we rabarber klaar hebben, nou, dan gaan we iets met rabarber verzinnen. Dus tegenwoordig vind ik dat wel, ja, hebben ze een dingetje van dingen uit de tuin en daarmee een gerechtje maken. Maar ook wel modern vind ik het ook wel vaak en echt nieuwe dingetjes. Ja, dat vind ik wel Edwin's stijl. Maar vaak ook wel, lijkt simpel, maar dan toch zo'n smaakexplosie. Het is niet dat wij 100 verschillende dingetjes op bord hebben met shelletjes en schuimpjes. Nee, het is vaak toch wel de eenvoud waar het dan fantastisch maakt, zo'n gerecht. En dat kan Edwin wel goed, vind ik. Herkenbaar gerecht met mooie ingrediënten die wat dan goed, perfect, is wel altijd zo, maar wat dan heel goed uitgevoerd is. En dingen die en lekker zijn en herkenbaar en daar dat dan heel goed uitvoeren. Dat denk dat je zo haar signatuur wel kan omschrijven. Nee, zeker niet schelden of je moet het echt heel erg bont hebben gemaakt. Maar dat is zelden dat hij dan echt wel flipt. Nee, over het algemeen best wel rustig altijd. Nee, dat zal je niet helemaal uitschelden. Het is niet echt een agressief persoon waar je bang voor bent. Een Gordon Ramsay, wat veel mensen denken, hè. Nee, dat is totaal niet waar. Je bereikt ook het meeste met gewoon goed communiceren. En iets duidelijk maken hoe het wel moet en hoe het niet moet. Maar af en toe, als het echt heel hoog zit, ja, dan kan het wel eens exploderen. Maar ja, dat voel ik zelf ook wel dan. Ja, soms maken mensen het zo bon en dan heb je al 20 keer iets gezegd. Dan denk ik, ja, moeten we hier nog mee. En dan kan je echt wel even op die persoon. Maar uitschalen, daar ben ik ook geen fan van. Dat vind ik niet echt, nee. Ja, een combinatie denk ik. Begin met masseren. En als het dan niet werkt, dan gaat ze er wel bovenop. Ja, en als het er echt bovenop gaat, dan moet ik zorgen dat er weer gemasseerd wordt. Misschien nog een zaakje erbij of zo. Hier een remont. Iets leuks. Misschien dat ik daar sta. Ik weet het niet. Ja, ik weet het echt niet.
Privéleven heb ik geen idee, maar zakelijk gezien, dus ik bedoel binnen Restaurant One. Ja, ik denk dat ze, ze doet natuurlijk steeds meer ervaring op als leidinggevende in een team. Afhankelijk van hoe groot het team is of blijft, ja, denk ik wel dat zij makkelijk een kar kan trekken van een zaak als dit. Zonder, kijk, nu ben ik hier nog elke moment van de dag aanwezig, maar de Lotte kan dat over 5 jaar ook wel in haar eentje trekken. Ik wil niet zeggen dat ik hier weg ben over 5 jaar, maar ik denk over 5 jaar dat ik met een gerust hart een weekje op vakantie zou kunnen gaan. En dat hier alles gewoon doorgaat. En misschien wel zelfs een langere periode als dat. Dus ik denk dat zij zich de komende jaren nog goed blijft ontwikkelen als en leiding geven. En steeds meer haar eigen smaak en haar eigen signatuur blijft ontwikkelen. En ik denk dat daar over 5 jaar een volwassen chef staat. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.